Biedenboer wordt mede mogelijk gemaakt door Abiant, John Breider Mechanisatie, Kok Kunststof Dakbedekking en boerderijwinkel Dallinga. Hallo Wichter. Hi. Dit is onze stand in de boerenbokstand op de Agrotechniekbeurs in Assen. In de TT-hal, maar ze schieten nou groot. Dit is nog niks hoor. Je gaat straks nog veel meer zien. Want we moeten natuurlijk wel een indruk geven van boeren, burgers en buitenlui op de beurs. Het stikt hier van de boeren, echt heel veel. En deze Wichter. Die gaan jullie dat laten zien. Ja, yes. Ga ik jullie de camera geven dan? Komt goed. Veel boeren maar, veel machines, veel... ik zeg, wat een schitterende doekjes hebben jullie al. Mooi hè? Heel mooi. Ik zeg Wichter, veel succes. Dankjewel. Nou, we staan hier dus 3 dagen op de beurs. Ja. Op Agrotechniek Assen. Yes. En het is eigenlijk alles wat de boer boeit. En we hebben heel veel trekkers al gezien. Heel veel machines, alles. En het is hier echt heel groot. Ja. Dus we gaan even rondkijken wat er allemaal te doen is. Ja, let's go. Yes. Echt heel groot. Ja, echt. Ga er even voor staan. Deze band is gewoon bijna groter dan mij. En een beetje vies. Ja, dat ook. Dit ding is ook best wel groot. Ja, echt wel. Geen idee wat het is. Een beetje wel. Oh, spannende muziek op de achtergrond. Hi. Hi. Ik kom wat drinken halen. Wat mag wezen? Ik ben Bitte Lennon. Mijn Niel de Vult, ik werk niet zwart. En hoe gaat het vandaag? Goed. Ik moet die jongen even filmen. Ik moet hem even filmen. Onze ijskoopboer. Oh, oké. Dat is mooi, ja. Dat vind ik mooi. Mark. Ja, Mark. Mark geeft lekkere ijsjes weg. Is dat heel druk? Ja, het is best wel druk. We geven het gratis weg, hè? Dus komt iedereen eten en drinken halen. Nou, dankjewel. En bij jullie? Leuk? Heel leuk. Alsjeblieft. Hallo. Hi. We hebben gehoord dat jij hele lekkere ijsjes maakt. Moet ik hem correct antwoord geven? Of, wat jij het liefst wil. Ja, nee, ik maak hele lekkere ijsjes. En wat voor ijs dan? Moet jij proeven of het lekker is? Ja hoor, ja? Zeker. Of ga je hem zelf maken? Mag dat? Nou, kom eens. Zoiets? Ik ga nog groter, toch? Nog groter? Ik zal die hele rol wegsteken. Oh. Oh, dit is best zwaar. Ja, jij wil spierballen. Zo. Die zijn we dan tussenweg gemanoeuvreerd. Teamwork. En dan mag jij oordelen of het lekker is, lekker, in plaats van dat ik het zelf zeg. Ja? Wel lekker. Ja, ja, wel top. Groot. Ja, dat heb je zelf gedaan, dat heb je niet gedaan. Dat wel. Kun jij filmen met één hand? Oké. Okay. Zeker. Wil jij zo asociaal als haar of wat bescheidener? Iets bescheidener, maar welke woorden? Nou, heerlijk. Oh. Zo. Dankjewel. Alsjeblieft. Nou, werk ze, hè? Dankjewel. Snoep je er ook stiekem zelf van? Nee, daar heb ik de bar voor. Oh, okay. Heb je een idee wat het is? Niet echt. Opbrengstmeting.
Die kunnen wij in kaart brengen met deze sensoren. Ja. Dan onder de bak, aan beide kanten. De lucht gaat er overheen. Mm-hmm. En dan weegt die, zeg maar, het gewicht dat hier staat. En dan kan die terugrekenen naar de GPS-locatie waar het goed is. Okay. Dus op die manier kunnen we precies aangeven hoeveel tonnen er gegroeid zijn op welke plek. En wordt dat veel gebruikt? Dat is nu, daar beginnen we nu aardig met te draaien. Wat vervolgens kunnen we zeggen van wat gaan we daarmee doen? Gaan we meer of minder bemesten? Gaan we minder, ja, kunnen we er van alles mee doen? Okay. Ja. En heb je er al veel verkocht? We zijn er al veel verkocht, ja. Okay. Draaien er genoeg. Dat is mooi. En nu heeft dit idee bedacht? Nee, wij, dat is een product van ons bedrijf. Okay. En hoe heet het bedrijf? Ventus Agrometrisch. Gaaf. Ja, ja, het ziet er wel mooi uit. Er zijn hier zoveel trekkers. Eigenlijk moeten we echt even fixen dat we er in eentje kunnen. Vind je ook niet? Ja, vind ik ook. Let's go. Daar is die. Daar is die. En wat is dit voor trekker? Dit is een T5 Autocommand. Dat is eigenlijk het kleintje T6, zoals die Holland het noemt. Dat is een klein trekkertje, met wel een grote cabine erop. Hij heeft een variabele transmissie. Je kunt van 0 tot 40 kilometer gewoon in stapjes van 100 meter per uur kun je snelheid regelen. Het is echt een heel nieuw onderwerp. Je mag er wel in op gaan zitten als je wilt. Dan moet ik erop gaan zitten. Ja, dan mag je op gaan zitten. Klim er maar in. Ja. Oh, lintje. Hij is standaard voorzien van een bestuurdersstoel en een bijrijdersstoel. Je kunt gewoon met twee personen kun je gewoon lekker in zo'n trekker zitten. De stuur staat voor jou te ver weg. Eventjes naar je toe trekken. Hij kan nog een beetje omhoog. Nou, ik ben klaar om te gaan. Je bent klaar om te gaan. Nou, start de motor maar. Het is gewoon het is een heel klein trekkertje. Met een grote cabine erop, veel ruimte. Ja. Het is ook een dure trekker, maar ja, dat mag ik eigenlijk niet zeggen. Je moet gewoon zeggen, een exclusieve trekker. En die mag ook wat kosten, hij biedt gewoon veel voor zijn geld. Ja, precies. Dus in Nederland wil de boer graag een moderne trekker met veel mogelijkheden. Deze is ook erg gewild? Hij is wel erg gewild, alleen hij is net op de markt. Er zijn er maar een paar van verkocht. Ja, hij is nog helemaal nieuw. Ja, de eerste 20 mensen die zo'n trekker kopen, mogen mee naar de fabriek waar die gebouwd worden, in Italië. Dan krijgen ze daar een hele leuke rondleiding. Dan krijgen ze een mooi bezoekje aan de fabriek en aan Italië. Dat zit bij de aanschaf in. Die Holland wilde het een beetje promoten. Dus het is wel een leuk ding. Klinkt wel leuk inderdaad. Ja. Nou, staat je goed, Isara. Thanks. Ja. Zo, welke trekker is hier nou het meest gewild? Van wat je hier bijvoorbeeld hebt staan. Wat hier staat? Ja. Eigenlijk moet je een trekker bekijken. Wat moet je ermee doen? En dan heb je zwaar trekwerk of juist licht verplegingswerk. Deze is voor licht verplegingswerk. Heel ideaal, echt ook heel mooi. Ook omdat je snelheid traploos kunt regelen. Hij is niet zwaar in eigen gewicht. Dan moet je ploegen, dan moet je een zwaardere tractor hebben die een zwaarder eigen gewicht heeft. En een zwaardere eigen motor heeft. Dan hebben we hierachter een T6 180 staan. Dat is dan voor een iets grotere boer wel een mooie trekker. Dan heb je echt een hele grote akkerbouwer met een grote polder en met veel land. Die moet gewoon een T7 hebben. Dat is gewoon ook een loonwerker trekker. En die is ook nog zwaarder, nog sterker. Kunnen jullie die ook bekijken, de andere trekkers? Die kunnen we ook bekijken. Ja? Ja, lopen we die kant op. Okay, ik volg jou. Dan gaan we naar de T6. Dit is de T6 180. Dit is er zit een andere versnellingbak in deze tractor. Die kun je, zoals ik jullie vertelde, van 0 tot 40 kun je die gewoon trabloos regelen. Deze heeft wel 24 versnellingen. En die gaat hij wel zelf schakelen met een computertje. Dat gaat wel heel leuk en mooi. Maar je moet uiteindelijk heeft deze dan gewoon een normale transmissie zoals je in de auto dat kent. Dezelfde sleutel past erop. Nou, dat is ideaal. Ja. Dat is je mooi, mag ook hier weer plaatsnemen. Nou, klim er maar weer in. Zoals je merkt is dit wel een hoge opstap. Het is echt een hogere trekker. Ja. Grotere banden. 180 pk. Kom je erbij zitten? Zal ik erbij komen zitten? Doe maar. Even klimmen. Zo. Nou, dit is het uitzicht. Ja, dit ziet er allemaal een beetje hetzelfde uit. Dus een kleine trekkertje wat jullie net bekeken hebben. Je hebt hier ook een scherm heb je naast je. Oh ja. Zo'n televisiescherm lijkt het wel. Dat kan ook. Er kan een camera op gezet worden. Oh. Maar normaal vertoont hij daarom de, hoe heet dat? De functies van de trekker. Die komen daar op te staan. Het stuur kan net als bij andere trekker ook weer naar je toegetrokken worden. Omhoog en naar beneden. Ja. Ook heel simpel.
Dus ja, dit is de grotere broer van waar we net op zaten. Deze heeft mooie lampjes. Echt in de kerststemming. Is toch prachtig? Probeer maar, er is altijd prijs. Het is de koeien. Ja, die wou ik nou net. Oh, die vind ik heel eens. Leuk. Alsjeblieft. Superleuk. Super veel plezier ermee. Wij leveren zeg maar GPS-besturing voor trekkers en dus ook de technologie om spuitmachines aan te sturen voor variabele afgiften en dat automatisch in een geer of op de kopakker zeg maar de spuit wordt uitgeschakeld zodat er minder overlap is en dus een beter voor het milieu en beter voor de portemonnee van de boer. Nou, dat is altijd goed. Ja. Wat laten jullie hier zien vandaag? Ja, ons bedrijf, Heftruck Centrum Post. Een heel mooi bedrijf. We verkopen heftrucks en voorzetapparatuur. Wij zitten in Emmenhoorn. Wij willen hier graag de heftrucks aan de man brengen. En lukt dat een beetje? Dat lukt wel. Ja, ja, we kunnen wel wat laten zien. Als je een beetje... Ja, laat me zien. Een klein beetje deze kant op lopen. De noviteit, dat is onze vooroverkantelaar. En dan kunnen we... Groepskisten met aardappelen, netjes voorover kantelen. Met name voor de pootgoedteelt en de bollenboeren. Is dat hartstikke mooi, want je product kun je heel netjes zo neerleggen. En dan eruit kantelen? Ja. En je kunt twee kubuskisten op elkaar verplaatsen. Mooi. Nou, het trekt veel bekijk zo te zien. Ja. Dat is altijd zo, hè? Je moet een beetje reuring op je stand hebben en dan blijven mensen kijken. Dus dat is leuk. En is het moeilijk om het te besturen? Nee hoor, wil je het proberen? Op zich? Nu ben ik wel nieuwsgierig. Dat kan wel. Zullen we het even proberen? Zo, en nu? En nu? Gaat het dan de kist kantelen? Mag, ja. Ja. Hier heb je de hendel. Ja. Met links en rechtsom voor en achteruit. Dus het is best van terughalen, haal je hem achterover. Zo? Ja. Hij stopt vanzelf weer. Ja. Hij heeft een vervolgventiel, alles volgt elkaar op. Ja. Trek maar door. Nog verder? Ja. Oké. Zit hij? Ja, hij gaat goed. Kijk, en dan kun je hem eventueel laten zakken, dan ga je naar links. Naar links? Nou, eenvoudig toch? Nou, zie je hoe gedoseerd dat kan? Ja, als jullie nog een werknemer nodig hebben... Voilà. Ben ik er al? Bijna. Waar is die? Ja, dat is hem. Nou, top! Wel, hè? Piece of cake. Is jij Wichter? Ja. Is het gelukt? Het is helemaal goed gekomen. En dan met je machines? Ja. Ja? We hebben een mooie trekker voor je uitgezocht. Ja? Ja? Een blauwe. Okay. Rij klaargemaakt en zo, ja. Alles? Ja. Uitgetest. Goed onderhandeld? Zeker. Oké. Mensen, dit was Bie de Boer vanaf de beurs in Assen. Tot de volgende keer weer. Leuk hè? Leuk. Bie de Boer wordt mede mogelijk gemaakt door Aviant, John Breider Mechanisatie, Kok Kunststof Dakbedekking en boerderijwinkel Dallinga.